Welkom bij A2 Actueel. Een goed functionerende en veilige tunnel is meer dan beton en asfalt. Nou, de tunnel wordt uitgerust met ruim 50 verschillende systemen. En de tunnelventilatie is zo'n systeem. De ventilatoren hebben twee hoofdfuncties. Ze moeten de lucht in de tunnel goed houden en in geval van calamiteiten de rookgassen en de gevaarlijke dampen afvoeren. Waar komen ze te hangen? De ventilatoren komen bij de ingang van de verkeersbuizen te hangen. Dat zijn 24 stuks. Die doen per stuk ongeveer 110.000 kubieke meter lucht per uur. In de tunnel komen kleinere ventilatoren te hangen voor de ondersteuning van deze ventilatoren. Die doen ongeveer 55.000 kub per uur. Oké, en gaan die dan ook straks continu werken? Nee, de ventilatoren werken alleen als de luchtkwaliteit in de tunnel onvoldoende is. En in geval van calamiteiten om gassen en rook af te voeren. Als je door de tunnel rijdt, zie je wel soms dat ze draaien. Dat komt door de tocht. Als er een brand in de tunnel is, dan gaan de ventilatoren draaien. En de lucht wordt dan in de rijrichting van de tunnel naar binnen geblazen. De mensen die de brand al voorbij zijn, kunnen dan de tunnel uitrijden. En de mensen die voor de brand staan te wachten, die hebben schone lucht. Want de rookgassen worden van ze afgeblazen. De energievoorziening van de A2-tunnel is zo bedacht dat het bijna onmogelijk is dat ze uitvalt. Nou, mocht dat toch gebeuren, dan wordt het noodstroomaggregaat in werking gesteld. Een noodstroomaggregaat is een energiebron. Ja. Een secundaire energiebron die wordt gebruikt in geval van het wegvallen van de netspanning. Dan starten de aggregaten, de noodstroomaggregaten starten op en die gaan de tunnel in dit geval van energie voorzien. Daar dienen de noodstroomaggregaten voor. Oké, en waar wordt die geïnstalleerd? Hij wordt geïnstalleerd in het gebouw waar we nu staan. Dat is het dienstengebouw Zuid. Hier staan ook alle energiebronnen, zoals de transformatoren. Hier is ook de inkomende netvoeding van de netbeheerder. Dat wil zeggen de meterkast, om in begrijpelijke termen te zeggen. Dat wordt dus allemaal in het dienstengebouw Zuid geïnstalleerd. Het is een complexe operatie ook om dit binnen te krijgen. In de eerste plaats zeker vanwege het hoogteverschil wat we hier hebben. Dus de ruimte hier ligt een stuk lager dan het plateau hier buiten. En dat maakt het wel vrij complex. Om een idee te geven van de machines zijn elke 1700 kilowatt groot. Ja, in pk's omgerekend is dat 2300. En een gezinsauto heeft bijvoorbeeld een 100 pk. Dus in totaal staat hier 4600 pk opgesteld. En dat is echt de vermogen waar Max Verstappen jaloers op is. Dit was A2 Actueel voor deze week. Wilt u meer weten over de installaties in de tunnel? Ga dan naar a2maastricht.nl/in-de-tunnel. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.